Maurice Deckers, a true luminary in the world of luxe lingerie, combines provocative femininity with girlish innocence to herald a distinct approach to lingerie design that celebrates the strength, independence, and allure of the modern female. Since its birth in 1993, the Maurice Deckers brand has accrued 1,000 points of sale worldwide, as well as stores in Amsterdam, Paris, Bangkok, and New York. Her unyielding quest to find the perfect fit and dedication to detailed workmanship has set Maurice Deckers ahead of her contemporaries. Wat echt een van de hele herkenbare dingen is in mijn ontwerp, is het grafische lijnenspel. Ik maak geen lingerie met kant of heel weinig. En dat komt omdat ik altijd het lichaam heb gezien als een doek, een schildersdoek. En dat ik ben gaan zoeken, zeg maar, als een schilder van hoe kan ik iets zo inframen als een schilderij? Dus zo, zeg maar, stel voor dat dit de schilderijlijst is. En hoe kan ik dat dan, of dit stuk, hoe krijg ik, zeg maar, alle stukken, als ik het inframe, gewoon zo mooi mogelijk? Vrouw heeft eigenlijk een prachtige rug, vind ik. Zelfs ook al ben je wat voller, dan zit dat meestal hier. Maar hier middenover is eigenlijk iedere vrouw knap. Dus ik doe heel veel, zeg maar, op dit vlak, waardoor de reststukken die je ziet een spanning krijgen. Vroeger in de tijd dat vrouwen heel veel décolleté hadden, met die jurken, deden ze ook altijd hier een bandje. En dat bandje hier, dat maakte die décolleté 10 keer sexier. En dat is wat ik ook doe. Door dit bandje hier wordt dat décolleté in 1 keer, 10 keer spannender. Toen ik begon met BH's maken, toen keek ik heel veel in de spiegel en heel vaak vrouwen op straat. En toen ik zoiets van, waarom hangt het nou of te veel zo, of staat het te veel zo? Waarom is die vorm nou niet zoals die vorm het mooist zou zijn vanaf hier naar daar? Waar je 3 jaar mee bezig bent, onder andere, is om dit gewoon dat deze vorm mooi is. Nou, en dat ziet er, als het iets goed is, dan ziet het er altijd simpel uit. Maar dat heeft te maken met de beugel. Nou, en die beugel, die duwt, zeg maar, die borst terug in de vorm. Zoals het ooit bedoeld is toen je nog 15 was. Maar niet meer is als je 40 of 60 bent. Nou, en dat is het succes van mijn BH's op gebied van waarom vrouwen zich er zo goed bij voelen. Omdat je eigenlijk weer de perfecte borst hebt. With a global following of adoring fans, including A-list celebrities like Rihanna, Pink and Britney Spears, and a handful of awards under her belt, such as Elle Magazine's Innovator of the Year and Veuve Clicquot's Businesswoman of the Year, the Maurice Deckers story is one of sky-high success. Mijn zus is hoofdontwerpster. Nou, aangezien wij elkaar zo goed begrijpen en snappen, gaan we dan samen overleggen en dan ga ik haar vertellen wat ik wil, hoe ik dingen voor me zie. Dan gaat zij daarmee aan de slag met een heel team. We hebben een heel design team. En zij vertaalt dan naar dat team van, ze wil dit, ze wil dat. En dan gaan ze dingen allemaal voorbereiden. En dat werkt gewoon eigenlijk al 16 jaar ontzettend prettig. Inmiddels uit hebben we een leverancier. Is deze nu? Ja, dit wordt dan. Is niet te hard. Dat ronde gevoel. Wat. Zij heeft zo'n detail oog, dan zie ik dat het niet goed is. Dan zegt ze, ja, maar dat stiksel zit in de centimeter, zitten er nu 6 in plaats van 8 of zo. En dan denk ik, oh ja, dat was het, dat zag ik. Nou, ik heb dus niet dat oog en dat oog heeft zij wel. En ik ben weer beter in het concept neerzetten. Het was Paris Fashion Week. Dat mag eigenlijk niet voor lingerie, dat mag alleen maar voor bovenkleding. Dus ik wilde daar ook een statement maken dat lingerie ten eerste ook mode is en ook kleding is. Maar om mee te mogen doen moest het dus jurken zijn. En dan heb ik jurken gemaakt die gebaseerd zijn op een BH. Dus ik heb ze
Ik heb er allemaal iets mee gedaan, waardoor ze uiteindelijk jurken zijn geworden. Maar aangezien ik een beetje met Parijs de draak stak, moesten er natuurlijk ook 3 bruiden komen. En ik had de rode bruid, de witte bruid en de zwarte bruid. En ik was zelf de zwarte bruid. En ik had zelf dan deze kraag om. En dan een jurk gemaakt van een BH en daar dan een bruidsjurk van gemaakt. En ik sloot de show af. Mijn doel is dat ik vrouwen gewoon dat ze zichzelf bewust, trots op zichzelf zijn. Comfortabel met het lichaam wat ze hebben.